Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video. Vergeet zeker niet om deze video te liken en je te abonneren op mijn kanaal. Dank u wel. Ik ga eigenlijk een hele drukke week tegemoet. Staat volgepland met leuke dingen en ik neem je mee doorheen mijn week. Een tijdje geleden had ik een mailtje gekregen van Lotte van Punt VZ2. Voor degenen die dat nog niet weten, ik heb een eigen collectie, de No More collectie. En de winst van die collectie wordt eigenlijk gedoneerd aan Punt VZ2. Ze zetten zich in voor slachtoffers van seksueel geweld en er ook rond de informatieverspreiding hier rond. Ik vind dat heel belangrijk dat er daar ook open over kan gesproken worden en dat er daar ook meer gewoon informatie rond is. Dus ik doneer heel graag mijn winst aan Punt VZ2. Ik heb vorige week ook de eerste donatie gedaan. Ik heb 1700 euro kunnen inzamelen met de No More collectie. Sinds januari is dat gelanceerd, denk ik. Sinds nu, en ik ben echt super blij dat ik dat heb kunnen doen. Ik heb vorige week ook een mailtje gekregen van Lotte, die zich inzet voor bepaalde projecten binnen Punt VZ2. Of dat ik zou mee willen werken aan een Pride. Zij staan eigenlijk met een kraampje op 13 en 14 augustus, denk ik. Staan ze met Punt VZ2 op een kraampje op de Pride. En ze hebben gevraagd aan mij of ik een collectie van kleren wilde in een kraampje leggen. De winst daarvan had ook eigenlijk integraal weer naar Punt VZ2. Ik heb nu deze ochtend begonnen met het maken van de collectie, zal ik je tonen. Het zijn eigenlijk 4 items, 2 t-shirts, een tote bag en een pet. We begonnen met t-shirts van Ik Geloof Je. Dan heb je de Treat People With Kindness. Dat was eigenlijk eerst een trui, maar ze hebben gevraagd voor op een t-shirt te doen, dus dat is geen probleem. Dat vind ik ook super tof. Dan hebben we een tote bag met Will Be Alright. Deze stond ook normaal op een trui, maar ik vind hem eigenlijk ook super tof op een tote bag. Dus misschien komt deze ook gewoon in de webshop. Maar momenteel, deze items zijn eigenlijk exclusief voor de Pride. Maar als ik merk dat ze heel goed verkopen, ga ik ze zeker ook op de webshop zetten. En wordt de winst ook gedoneerd aan Punt VZ2. En dan heb ik ook een pet met niets dan liefde. Dat vind ik eigenlijk echt een super tof design. Dus deze ga ik waarschijnlijk sowieso op de webshop zetten. De bestelling voor Punt VZ2 is volledig klaar en die ga ik nu naar de post brengen. Ook met 2 andere kleine pakketjes. Er waren fouten gebeurd bij de post. De post wist niet waar dat de pakketjes waren. En ik dacht eigenlijk dat ze al lang waren aangekomen. Maar ik kreeg dan een mailtje van, hallo, we hebben lang geleden besteld, waar bleef de bestelling? En dan bleek het dat het kwijt is. Dus ik heb ze opnieuw gemaakt en die ga ik nu ook opzenden vanavond. Goedemorgen, we hebben vandaag een heel goed gevulde dag. Ik mag niet te luid babbelen, maar mijn zus is juist teruggekomen van chirokamp. En anders wordt ze boos dat ik te luid ben, dus ik moet een beetje stiller praten. Ik ben bezig met het inpakken van pakjes. Mijn webshop is van het weekend open gegaan, maar enkel voor dingen die in korting staan. Dus mijn t-shirts en truien die ik heb gemaakt van de pop-up shop die over zijn, worden verkocht aan een klein prijsje. Dit is nog een keer de link als je nog een keer wil kijken. Er zijn nog een paar items over. Vandaag is ook mijn opa jarig, dus we gaan straks met mijn mama iets gaan eten met hem. Om hem toch een leuke verjaardag te bezorgen. En dan vanavond heb ik afgesproken met Amber van Warboek. We hebben samen iets in de making. Ik ga nog niet zeggen wat dat precies is. Maar vanavond spreek ik af met haar in Gent om een keer de plannen concreet te maken. Ik ben hier met Amber van Warboek. Hallo! We zijn juist toegekomen naar Gent en we gaan kijken om iets te eten. Maar voor degenen die Amber nog niet kennen, ze gaat haar zelf een keer voorstellen. Hallo, ik ben Amber en Warboek is eigenlijk een Instagram-pagina en een webshop. En ik schrijf gedichten op postkaartjes en ik maak ook illustraties op maat. En wij gaan nu een beetje vergaderen samen voor een superleuk idee. Maar we gaan nog niet zeggen wat dat is, maar stay tuned. Yes! Oké. Onze avond is klaar. We hebben alle ideeën staan on point. We gaan eerst nog een beetje uitwerken. Dus weet nog niet wanneer dat gaat uitkomen. Maar normaal ergens in september gaan we de collectie lanceren. Wij zijn al super hyped. Niet normaal. We kunnen al niet meer wachten. We willen eigenlijk nu al alles vertellen. Maar we gaan dan nog even niet doen. We moeten nog een beetje de spanning erin houden. Ja, we moeten nog even wat teasen. Hè? Dat is belangrijk. Maar we gaan dan begin september of zo ga je kunnen pre-orderen. Ja. Dus we hopen jullie allemaal te zien dan. Yes! Tada! Hallo iedereen. Ik ben onderweg naar Gent voor een super exciting meeting. Even alles in. Ik ben een goede vlogger hoor. Ik ga naar Gent. Again. Maar ik heb afgesproken met Jeff Eagle. Ik weet niet of jullie dat kennen. Hij is de co-host van Onbespreekbaar. Zij doen alles rond mentale gezondheid. Ze hebben een eigen podcast, een eigen merchlijn. Ook met geborduurde kleren. En toen dat ik mijn video online had gezet, toen ik aan het wenen was, begon hij me te volgen. En ik was direct van... Oh my god. En dan een week later of zo kreeg ik een berichtje van hem.
van hey Jana, ik had lang getwijfeld om je berichtje te sturen. Ik kies je zitten om een keer erover te babbelen of over business en zo. Dus natuurlijk heb je daar direct op ingezet. En dus nu ga ik naar Gent, naar hun atelier, waar dat zij al in haar kleren maken voor Onbespreekbaar. En ik moet zeggen dat ik wel een beetje stress heb. Want ik weet ook totaal niet wat ik ervan moet verwachten. Ik ben gewoon blij dat ik kan babbelen over business en over zo'n ding. Dus excited. Ah! Nee, is toegekomen in Gent, bijna een accident had, maar alles is oké. En ik zie hier Julie's house. Oh my god. Julie's house is zo geweldig. Toen ik nog op kot zat, ging denk ik iedere week achter een stukje taart bij Julie's house. Oh, dat is echt. Die cheesecake van daar is echt. En nu wil ik taart en ik kan geen taart meer doen, want anders gaat dat gewoon smelten in de auto. Toen ik wel een beetje stress heb, want ik weet totaal niet wat er gaat komen van dat gesprek. Maar wel cool dat zij zo een eigen plaats hebben. Want ik kan echt niet wachten tot de dag dat ik met Stichley ook mijn eigen plaats heb. Want nu zit ik in de kamer van mijn zus. Want dat is ook iedere keer doorsteekt als ik zeg van mijn kamer. Is van nee, dat is mijn kamer. Ik kan niet wachten tot de dag dat ik gewoon mijn eigen plaats heb. Dat ik volledig kan zelf decoreren. Dat ik kan indelen dat ik wil. Want de kamer waarin dat ik nu zit, wordt eigenlijk te klein. En nu kan ik niet meer uitbreiden. Nu kan ik geen nieuwe machine of zo niet meer zetten. Gewoon omdat de kamer te klein is. En dan staan er overal dozen en dat vindt mama niet zo leuk. Dus we zijn aan het kijken voor een oplossing om op korte termijn toch een eigen plaats te hebben voor Sicily. Dat een beetje rust brengt voor mezelf. Omdat ik ook meer een afsluiting kan maken tussen thuis en werk. Want nu ga ik naar boven en ik eet achter mijn machines. Ik sta op, ik zit achter mijn machines. En als ik meer een afsluiting heb, dat meer een beetje mentale rust heeft in mijn hoofd. Maar wish me luck en daar ga ik dan. Oh, ik ben juist terug van mijn meeting met chef. En ik vond het echt super tof. Hij vertelde over wat hij al heeft meegemaakt, wat ik heb meegemaakt, hoe je dat kan oplossen en zo. En ja, ik heb wel het gevoel dat we elkaar nog gaan horen of elkaar kunnen helpen. En echt, dat is een goede meeting. Echt tof, echt tof. Oké, ik ben juist terug van Gent. Ik was vergeten dat Ramstein was vanavond, dus er was overal file. Ik heb van Gent tot thuis in de file gestaan. Maar we zijn er geraakt. Ik heb echt een super goed gevoel bij het gesprek. Ik vond het echt zo tof. En je wist ook echt super veel over mij. Dat is allemaal vlogs bekeken en al. Ik dacht, oh my god. Ja, dat. Onbespreekbaar heeft ook een podcast rond mentaal welzijn en taboes doorbreken en zo. Dus ik zat met een paar dingen. Like bijvoorbeeld het omgaan met negatieve commentaren en zo. En die heeft mij echt wel heel wat handige tips gegeven. En omdat hij er zelf mee omgaat en zo. Dus ik vond het echt super leuk. Maar dus eerst nog een beetje werken, de patches afwerken en mijn webshop nog verder op point zetten, want volgende week maandag gaat het open. En ik begin een beetje stress te krijgen dat de webshop niet gaat aankunnen, want ik heb een nieuwe webshop gemaakt. Dus ik weet nog niet hoe dat die gaat performen of dat alles gaat lukken ofzo. Dus we zullen zien, maar ik heb nog wel een beetje werk daarvoor. Nieuwe dag, een nieuwe meeting. Vandaag heb ik afgesproken met Ferre. Al mijn emotionele video had hij mij een berichtje gestuurd met de vraag wat dat er mis was en hoe dat hij mij kon helpen. En vandaag hebben we onze eerste echte meeting. Dan ga ik kijken om samen te zitten rond een businessplan en een financieel plan. Want doordat Stichley eigenlijk begonnen is als hobby, heb ik daar nooit over nagedacht. En ik doe maar. Terwijl dat misschien allemaal wat juist wat efficiënter kan verlopen. Dus ik ben wel benieuwd wat dat die meeting mij kan helpen. Want zelf heb ik daar totaal geen kennis van, ook rond financieel. Ik doe maar iets. Dus het kan altijd wel een beetje beter, denk ik. En deze namiddag ga ik het keer het onderhouden van mijn drie baby's. Het is lang geleden. Maar ik krijg dat zelf niet open, al die draaidingen en al, dus mama gaat helpen. Vanavond ga ik nog een beetje verder met ze aan ons huis. De hele onderste laag, de eerste steen, zat er bijna overal buiten van de binnenmuur, maar wel van de buitenmuur. Dus traag maar zeker gaan we verder. Onderhoud heeft iets langer geduurd dan ik had gedacht. We zijn een uur bezig geweest met deze machine, dus die andere twee gaan even moeten wachten. Want ik ga nu naar onze werf, naar onze bouwgrond, om verder te gaan metsen. Voor al je borduur en metselwerken, één adres. Hallo. Welkom in ons huisje. Er staat nog niet veel, maar we hebben al een kelder. En de eerste laag stenen staat er. Nu gaan we beginnen aan de tweede laag. Dat moet niet gemetst worden, maar zo gelijmd. Dus
normaal moet ik dat wel kunnen. Goedemiddag. Ik ben eigenlijk juist terug van Brugge. Ik ben weer een fantastische vlogger geweest, dus dit is het enige filmpje dat ik heb gemaakt. Ik heb Luna bezocht, een vriendin van mij. We hebben eigenlijk samen vroeger leiding gegeven in de Giro. En ze heeft een appartementje in Brugge met haar lief. En ik had eigenlijk beloofd vorig jaar dat ik een keer ging gaan, maar ik heb heel het jaar geen tijd gehad. Met Stitch Lee ben ik er nooit geraakt. Dus nu ben ik een keer naar haar appartement geweest. Echt superleuk. En we hebben iets gaan eten. We wilden zo naar een nieuw plekje gaan. Een nieuwe brunchplaats. Want het was al volzet, dus zijn we op de markt iets gaan eten. Echt super lekker. Zoals dat je juist hebt gezien, avocado toast. Super lekker. En vanavond ga ik naar Nieuwpoort, naar het Hapfestival. Zo'n foodfestival met allemaal foodtrucks. Mijn buikje rond gaan eten. Nu ga ik eerst een beetje berichtjes beantwoorden, want het is wel even geleden. En ik krijg dagelijks op een Stitchly-account heel veel berichten. En met dat maandag de webshop weer open gaan, begint iedereen alweer te panikeren. Wil iedereen al een plaatje reserveren. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Nog een beetje maken dat alles goed verloopt maandag. Want ik begin toch wel stiekem een beetje stress te krijgen. Zo hard! Yes! Ja, gewoon. Zeg! Goedemorgen, we zijn gisteren dus naar het Hapfestival geweest in Ieper. Superleuk, echt heel gezellig, heel lekker eten. Beetje aan de dure kant, maar dat weet je met zo'n foodtruck festival. Ik vond het echt een aanrader. Volgende week zelfs in Nieuwpoort, denk ik. Ik zou misschien wel nog een keer gaan. En nu ga ik eigenlijk heel de dag gaan helpen op de werf. Nu ga ik heel de dag metselen. Dus hierbij ga ik de vlog afsluiten. Vergeet zeker niet om de video te liken en je te abonneren op mijn kanaal. Dank u wel.